Leerlingen van het technasium van het Erasmus werken in het kader van probleemgestuurd onderwijs aan een project waarbij ze als adviesbureau voor stichting Het Roetvarken optreden. Een goed advies vergt degelijk onderzoek, dus togen de adviseurs van de toekomst naar roetvarkenbedrijven. Els Bruns legde uit wat een vermeerderingsbedrijf is. Echtgenoot René liet de roetstallen zien en uiteraard ook de allerjongste. Van het vermeerderingsbedrijf gaan de biggen en vanmorgen ook de adviseurs naar vroedstalhouder Stevelink, waar de varkens verder groeien tot 125 kilogram. Hier zijn ruime stallen met vroedsellaag en daglicht. We gebruiken voer die niet gemodificeerd is. Dat betekent dat onze granen eigenlijk uit Europa komen. Daarna vertrekken ze naar slachterij Goschalk in Epe. Het slachtvlees gaat dan naar vroedstalslagers, zoals Hemmer in Geesteren. Jan Hemmer legde het verschil tussen gangbaar gefokt vlees en vroedvarkenvlees uit. En de adviseurs namen de proef op de som. Nou, ik vond het super leerzaam allemaal en we hebben heel veel geleerd over het verschil tussen normale varkensvlees en vroedvarkensvlees. Dus dat is heel leuk om te weten wat dan ook echt het verschil is. En dat kun je dus ook echt proeven, dus dat is heel leuk om achter te komen. Wow, kijk eens aan. Zeg, en Rozemarijn, wat vind jij ervan? Ik vond het inderdaad heel leerzaam, want heel veel mensen hebben een verkeerd beeld over varkenshouderijen. We zijn nu bij een varkenshouderij geweest en je ziet echt dat het heel anders is dan dat je op internet ziet met al die kleine hokken. En zeker bij vroedvarkens zijn de stallen veel groter en zie je ook dat de varkens hun eigen ding kunnen doen. Wat vond je het leukste, Annabel? Het proeven natuurlijk. En het leukste vond ik om de babyvarkens te zien die net geboren waren. En wat jij, Ik vond het leukste denk ik om de moedervarkens die zwanger waren te zien. Want die zag je met z'n allen in zo'n stal en ik vond het leuk om te zien.